Galerie De Fietsenstalling is de enige galerie in Den Haag die op ideële basis werkt. Dat wil zeggen non-profit. Wij halen, dat wil zeggen ik en de galeriehoudster, Marijke Teunissen, de exposanten van de eindexamenpresentatie van de Koninklijke Academie. Mocht er ergens een plaatsje zijn, dan ga ik dus op zoek in de vrije sector, onder andere de Vrije Academie, en haal daar andere mensen vandaan die dan ook kunnen exposeren. En is die expositie, moet dat betaald worden of is dat gratis? Alleen voor de kosten van gas, licht, water en dat soort kleinigheden. Dus dat is 25 euro. En hoe lang bestaat Galerie De Fietsenstalling al? De Galerie De Fietsenstalling heeft net afgelopen jaar een 10-jarig bestaan gevierd in Pulgri Studios. Dat is geen verkeerde locatie. Zeker niet. Nee. Het was ook heel succesvol en ook erg leuk, want het was eigenlijk een soort reunie van de 10 jaar van alle mensen die daar geweest zijn. Ja. En wat daar hing, was dus eigenlijk maar de helft van wat er ooit gehangen heeft in de galerie. Maar meestal omdat dus de mensen niet meer op te sporen waren, of in het buitenland, of in kindertjes zaten, of niet meer werkten. Dus daar bleef de helft van over. Ja. Nou, ja. Dankjewel.